Welkom bij de Amsterdam Pirates, de grootste honkbalvereniging van Nederland. We hebben in een groot project geïnvesteerd om zeg maar duurzaam te zijn en uiteindelijk van het gas af te gaan. Op het dak van de kantine liggen 340 zonnepanelen en 50 heatpipes die warm water en elektriciteit maken. Hier wordt 30.000 liter water verzameld. Dat wordt verwarmd door heatpipes op het dak tot ongeveer 35 graden. Het water wat van het dak komt, wordt hier geregeld en naar de warmtepomp gebracht die hier achter staat. Alles is totaal elektrisch. Daarnaast hebben we de regeling van die 340 zonnepanelen. Wat wij aan stroom overhouden, dat gaat terug naar het net. Wat we aan warmte overhouden, dat gaat de grond in. We hebben ook een grondsysteem waarin het warme water in de zomer naar beneden gaat en in de winter eruit gehaald wordt. En dat allemaal gaat via deze supergrote warmtepomp. Zo'n installatie verwacht je bij een professionele organisatie. Wij zijn een vereniging die alleen vrijwilligers heeft, maar we hebben toch gemeend deze stap te moeten nemen. En we willen ook laten zien aan andere verenigingen dat dat best kan. Alleen je moet wel goede adviseurs in dienst nemen en zorgen dat zo'n installatie ook professioneel wordt gemonitord. Welkom bij voetbalvereniging Wolferzijk. Ik ga jullie wat vertellen over wat we in het verleden gedaan hebben op het vlak van duurzaamheid en onze toekomstplannen. Zowel de binnen- als de buitenverlichting hier is allemaal LED-verlichting. Dat draait op sensoren en daarnaast monitoren we continu van ja, waar zit ons verbruik en waar kunnen we nog extra besparen. En op die manier is het continu een spel tussen een zo laag mogelijk verbruik en toch het comfort om goed te kunnen sporten. We zijn hier in de kleedkamers en wat opvalt hier is de infraroodpanelen. Die draaien op een sensor, dus op het moment dat de sporters hier binnenkomen gaat zowel de verwarming als het licht aan. Ze kleden zich eventjes om en gaan dan sporten en dan gaat ook alles uit, zowel de verwarming als het licht. Waar we nu heen gaan, dat noemen we de 4D-boarding. Tijdens wedstrijden kunnen we de namen van sponsoren die de club een warm hart toedragen en die duurzaamheid een warm hart toedragen kunnen we tonen. In de rest van de week, en dat is eigenlijk het grootste deel van de week, wekt die boarding energie op. Inmiddels besparen we zoveel energie dat we over hebben. Dat gaan we niet terugleveren aan het net, maar dan gaan we ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van het dorp verbeterd wordt. Dus straks komen er elektrische deelauto's hier te staan en met de energie die we hier opwekken kunnen we ze van energie voorzien. Als VOC hebben wij heel veel activiteiten in het kader van duurzaamheid al ondernomen. Hierboven op het dak liggen zonnepanelen. We hebben al op een aantal velden LED-verlichting. De gemeente Rotterdam heeft aannemers uitgedaagd om circulair bezig te zijn met kunstgras. Nou, en dat heeft geleid tot een picknicktafel die is gerecycled uit oude kunstgrasmatten. Samen met de gemeente Rotterdam starten we een actie. Bring your own cup. Om het verbruik van allerlei plastic bekertjes in de rust van wedstrijden te verminderen. Zo'n 750 tot 1000 bekertjes per weekend. Het idee dat je naast je voetbalschoenen en je scheenbeschermers ook even een herbruikbare beker in je tas doet, waardoor we als verenigingen elkaar niet hoeven te vervuilen. Dit kunstgrasveld is al vervangen. Daar hebben we de picknicktafel voor teruggekregen. We trainen op 80% intensiteit, waardoor we ook weer energie besparen. En we spelen wedstrijden op 100% intensiteit. De investering in LED-verlichting bespaart ons al zo'n 15.000 kWh per jaar, wat een besparing van 2.000 euro oplevert. Naast dat al deze maatregelen natuurlijk direct financieel effect hebben voor ons, doen we het eigenlijk echt vanuit een intrinsieke motivatie om de wereld steeds een stukje beter te maken. En we willen eigenlijk iedereen uitnodigen om dat met ons mee te gaan doen. Te beginnen bij alle bekertjes, die moeten er echt uit.